Dit is ze. Onze Siska. Ik ga je gerust laten. Ik ga je gerust laten. Uitzending 2. Zet je er klaar voor? Ja. Goed. Aflevering 2. Met onze Siska. Siska doet goed, hè? Iets minder collega's vandaag. Iets minder support. Dat is geen erg. Ik heb van een baas wat flappen meegekregen. En ik heb altijd geleerd. Met geld is alles te koop. Wil je komen supporten? Ja. Je hebt Jan Paternoster van Blackbox Revelation. Dan heb je Piet Hoebeke van de Top Doctors. Ja. Of je hebt Siska Schoeters van Studio Brussel. Ja, dat is die neuroloog. De Piet-dokter die Piet heet. Ja. En wie was het dame? Siska Schoeters van Studio Brussel. Okay. Voor wie ga je supporteren? Maar ik... Mij maakt echt niet uit. En als ik u 50 euro geef? Voor wie dan? Voor wie dan? Voor Siska Schoeters. Voor Siska, ja, is goed. 50 goed? Ja. Ben je hier om te sms'en of om te supporteren? Om te supporteren natuurlijk. Voor wie? Paternoster. Ja, ja. Paternoster. En als ik u nu 50 euro geef? Ja. Dan kunnen we wel supporteren voor Siska Schoeters van Studio Brussel. Ja, is goed. Pak jij dat maar aan. Siska Schoeters. 50 euro. Dat is voor Siska, 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 Siska. Perfect. Jullie weten al voor wie dat jullie gaan supporteren. Dus als jij en uw vriendin straks gewoon even luid roepen voor Siska, dat zou enorm geapprecieerd worden. Fijne aflevering. Hallo, hè. Dag heren. Op zich zou het super interessant zijn mochten jullie willen supporteren voor Siska Schoeters. Ze kan jullie hulp gebruiken. Ik zou nog een kleine generale repetitie willen doen. Het gaat als volgt. Siska, 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 Siska. Aan deze kant zit het perfect. Daar is er nog een beetje werk aan, maar komt goed. Geniet van de avond. Salut. Voilà. Mijn geld is op. Maar het is goed besteed, denk ik. Aan de sfeer zal het niet liggen. Siska Schoeters, ik sta forever and always at your service.